We zijn hier op Sint Eustatius, waar mijn collega Ferdinand Grapperhaus en ik zelf de afgelopen anderhalve dag zijn geweest om te kijken hoe het er nu voor staat op dit hele mooie eiland na de inwerkingtreding van de wet taakverwaarlozing. We hebben gesproken en zijn ontvangen door de regeringscommissaris, de heer Franco. We hebben ook gesproken met de maatschappelijke adviesraad, waarin burgers zitten van het eiland die als klankbord dienen voor de regeringscommissaris. We hebben ook gesproken met de verschillende ambtenaren, hoofden van afdelingen, van departementen en de voortgang van de projecten besproken. En daarnaast heeft de collega Grapperhaus, Ferdinand, nog een aantal projecten bezocht. Misschien kunnen we iets over vertellen. Ja, dat is heel goed. Je merkt overigens dat er veel draagvlak is voor de wederopbouw naar de storm. Maar ook voor het echt heel goed in stelling brengen van het bestuur op het eiland. Daarna een goed gesprek met de politie en brandweer. De politie wijst er duidelijk op dat het van belang is dat we gaan kijken naar de detentieopvang op het eiland. Of inderdaad de nieuwe gebouwen gaat komen of we anders toch een soort verbouwing gaan doen op het huidige. Daar moeten we naar kijken, omdat het op dit moment de politie heel veel tijd kost om de restanten te bewaken en over te brengen naar Bonaire of Sint Maarten. Gaan we een oplossing voor vinden. Ik ben er nu voor de derde keer en ik zie gewoon de positieve houding van de mensen. De wil om er iets van te maken. En we hebben vandaag het eerste autovrak opgeruimd van een hele rij van honderden autovrakken die hier van het eiland verwijderd zullen worden als een van de projecten. Maar ook een project, het grootste zonnepanelenveld hier in de regio. Het hele eiland wordt voorzien van zonnepanelenstroom. Maar het water wat op die panelen valt wordt nu ook opgevangen en kan gebruikt worden voor de landbouw. En wij hebben, nou eigenlijk, jij hebt een goot gefabriceerd met de machine, ja, die wij vervolgens hebben overgedragen aan de monteur die dat kan ophangen. En het ging eigenlijk best goed, zonder dat we enige technische achtergrond hebben. Ja. Ging dat heel goed. Dus het was een heel mooi bezoek, veel hartelijkheid. En we gaan nu snel vliegtuig in naar Saba. Naar Saba.